Waarom vindt GroenVoorzitter Wouter van Bezien dat procureur Herman Dams met zijn oproep aan discriminatie doet? En waarom leest de Antwerpse burgemeester Bart De Wever de analyse van Dams anders? Dat en nog veel meer komt aan bod in ons debat. Ja, meneer Van Bezien, een klacht tegen procureur Dams. Ik vroeg me af, is dat niet overdreven? Dat is niet overdreven. Dus ik heb het interview gelezen in de Standaard en ik was er echt door gechoqueerd. Mm-hmm. Voornamelijk omdat hij op verschillende punten met twee maten en twee gewichten werkt. En voor een rechtsstaat en het gerecht, hè, bij uitstek moet toch uitgaan van het principe dat iedereen gelijk is voor de wet. En een van die punten, het zat ook al in het filmpje, ging over zijn oproep aan de burgers om, als je iets verdachts ziet, om dat te melden. Ik vind dat een zeer goede en logische oproep. Het is zo dat de politie en het parket kan niet overal zijn, dus dat burgers op hun burgerzin worden geappelleerd en gezegd, als je iets verdachts ziet, ja, meld het dan. Dat vind ik goed. Maar vervolgens zet hij de volgende stap. En hij zegt, als je een bestelwagen met een vreemde nummerplaat ziet, dan moet je bellen. En dit is discriminerend, want het moet gaan om, als je verdachte gedragingen ziet, of als je een misdrijf ziet, meld het dan. Maar om dit te gaan toespitsen op één bevolkingsgroep... Vindt dat stigmatiserend? Dat is stigmatiserend en discriminerend. En dat is niet zonder gevaar, vind ik. Omdat als je bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet, ja, dan ga je natuurlijk de sociale samenhang in je stad ook wel bedreigen. En dat is iets wat een parket absoluut niet in de hand mag werken. Oké, meneer De Wever. Niet mee eens. Totaal niet mee eens. Ik vind die klacht ook totaal overdreven. Nu heb je zo'n procureur die echt zijn beleid verantwoordt. Er is zo dikwijls gezegd, justitie leeft in een ivoren toren, die hebben geen realiteitsbesef. Zo het gezicht van Elian Liekendaal tegen de lift. Nu heb je iemand die openheid van zaken geeft, die geeft een filosofie. Wat krijg je dan? Een politicus die dat op de slechtst denkbare manier leest, niet het debat aangaat met de procureur. Ik heb dat wel gedaan. Ik heb urenlang met hem gepraat. Ik weet dus wat hij wel bedoelt. Dat is niet wat u erin gelezen hebt. En dan maar een klacht indienen, de man monddood maken, vind het eigenlijk zeer erg. Meneer Van Bezien, hebt u procureur Dams gehoord? Ik heb die niet gehoord, ik heb die gelezen. Hè. Dat staat in, en voor alle duidelijkheid, meneer De Wever, ik vind het natuurlijk... Dat is jammer, geen debat aangaan, klacht neerleggen. Ik vind dat het gerecht hier en justitie, en daarom ga ik naar de Hoge Raad voor Justitie, dat die hier een uitspraak moet doen over wat er gebeurt. Mm-hmm. Ik vind het ook goed dat zo'n procureur een interview geeft, uiteraard. Dat is transparantie. Maar dat wil niet zeggen dat we dan automatisch akkoord moeten gaan met alles wat zo'n procureur zegt. Ik hoop toch dat er nog in het Antwerpen van burgemeester De Wever debat mag zijn. Ik ben het niet akkoord met debat, wat hij zegt. Debat voor je niet door klacht neer te leggen. Wat u zegt, dat houdt geen steek. Jawel. U zegt, bevolkingsgroepen worden tegen elkaar opgezet. Ja, absoluut. Mensen van vreemde origine die bij ons wonen, die rijden niet met een vreemde nummerplaat. Hè. Die hadden uiteraard niet voor ogen. Hè. Waar gaat het over? Bestelwagen met een Bulgaarse nummerplaat die om 3 uur 's nachts in de straat rijdt. Er is geen enkele waar mensen uitstappen die heel veel belangstelling tonen voor de woning van uw buur. Dat had hij voor ogen. Denk niet dat hij een Duitse Mercedes op de Keizerlei voor ogen had, dat je dan de politie moet bellen. Ja, dus als je een minimum realiteitsbesef hebt, dan lees je tussen de regels waar het echt over gaat. Ik heb dat persoonlijk al meegemaakt. Hè. Ik ook gelezen. Dat u zeer inderdaad hebt gehandeld. Ja, ik heb die informatie gewoon doorgemaild. Type voertuig, nummerplaat, dat waren metaaldieven, die zijn geklist. Ik denk dat meneer Dams dat soort dingen voor ogen had. En niet het stigmatiseren van een bevolkingsgroep die helemaal niet met vreemde nummerplaten rijdt. U weet toch dat er rondtrekkende daderbenden zijn? Natuurlijk, u weet toch dat inbraken dat import criminaliteit is? Hier wijst iemand op een probleem. Ja, maar natuurlijk is er een probleem met criminaliteit en er is een probleem ook met kleine criminaliteit. Wat ik zeg is, het is niet zo, tot spijt van wie het benijdt, het is niet zo dat iedereen die in Antwerpen rondrijdt met een vreemde nummerplaat, dat een crimineel is. Het spijt me, maar dat is niet het geval. Er zijn ook mensen... Dat zegt Herman Dams. Herman Dams zegt, als u iemand ziet rijden met een vreemde nummerplaat, alsjeblieft, bel dan. Dat zijn twee maten en twee gewichten. Ook een ander ding dat mij geweldig stoort, gaat over het tegen elkaar opzetten van kleine en grote criminaliteit. Hij zegt, procureur Dams zegt, ik ga me met de kleine criminaliteit bezighouden. Dat vind ik een hele goede zaak. Hè. En hij noemt hondenpoep, hij noemt zwerfvuil, hij noemt ook drugsdealers op straat. Iets wat je rechtstreeks tegenkomt als je op straat loopt. En dat moet aangepakt worden. Tegelijkertijd zegt hij, ik ga dat aanpakken omdat heel veel mensen daar wakker van liggen. Mm-hmm. Hij met die kleine dingen? Die hebben daarmee te maken en dat is voor hun een prioriteit. En dat is... Hij zegt, maar van die drugstrafiek
in de Antwerpse haven. Ja, daar ligt eigenlijk niemand van wakker. Dus who cares? Okay. En hij eigenlijk zegt het daar in zijn argumentatie. Daar gaan we ons niet meer mee bezighouden. Nu, dat zijn twee maten en twee gewichten. De kleine criminaliteit wel, de grote niet. Dat kan ik niet aanvaarden. Dat zegt hij dus niet, dat hij zich mee bezighoudt. Hij wijst op een paradox. Als we in de haven recordvangst na recordvangst aan coke krijgen, komt dat op het nieuws en mensen vinden dat uiteraard zeer erg. Maar dat ontwricht hun persoonlijk leven niet. Als die drugs op straat worden gedeeld en die junkie moet uw grootmoeder neerslaan om aan geld te geraken, is dat zeer ontwrichtend. Het ene noemen we grote criminaliteit, het andere kleine. Wat hij zegt is, justitie heeft veel te lang gezegd, we gaan die grote zaken aanpakken. De rest, ja, dat bestraffen we niet, straffen tot 3 jaar moeten we niet uitvoeren. Dat is allemaal kleine pruts en prul. Maar die kleine pruts en prul ontwricht het leven van heel veel mensen. Ja. En wat hij zegt is, daar moeten we nu ook op focussen. Waar heeft hij gezegd? Waar heeft hij gezegd? Een band tussen de twee. Excuseer, maar waar heeft hij gezegd? Waar heeft hij gezegd? Drugs dealen, omdat er drugs toekomen in Antwerpen. En van het moment dat waar heeft procureur Dams gezegd? Er ligt niemand wakker. Er ligt niemand wakker. Niet door elkaar. Meneer De Wever, u mag uw zin afmaken. Dat is wat meneer Dams zegt. Hij heeft op die paradox gewezen. Hij heeft dat misschien een beetje krachtig verwoord, maar hij heeft nooit gezegd dat die grote criminaliteit niet moet aangepakt worden. Dat heeft u er gewoon bij verzonnen. Meneer De Wever, als ik jullie even mag voorleggen, want ik wil ingaan op de maatregel zelf, op het voorstel zelf. Is er niet het gevaar dat we in een soort kliklijn terechtkomen, om het woord van Vlaams Belang in de tijd te gebruiken? Mensen zien iets, worden angstig en er wordt geklikt. We hebben een good practice, dat is Utrecht, hè, waar men ook die oproep aan de civiele samenleving heeft gedaan en waar je de inbraakcijfers ziet dalen. We hebben een good practice in Antwerpen, waar men bij de opkast van het Falconplein ook de bewoners betrokken heeft. Men heeft die posters tegen drugs laten hangen. En men heeft laten aanvoelen, veiligheid, dat doen we samen. De veiligheidsdiensten, de bewoners, we trekken aan hetzelfde zeel. Eén team voor een veilig Antwerpen. Ja. Dus dat kan werken. Maar als je daar de karikatuur van maakt van een verklikkersmaatschappij, ja, dan ben je bij voorbaat verloren. Ja. En dan zet je inderdaad mensen tegen elkaar op. En dat is jammer. Want je zou kunnen zeggen, dit bevordert de sociale cohesie. Wie kan daar tegen zijn? Ja, maar voor alle duidelijkheid, ik ben mijn uitleg daar straks begonnen. Ik ben ook mijn klachtenbrief begonnen met te zeggen, ik sta achter het principe dat burgers betrokken worden en dat er burgers in mag geappelleerd worden en dat als je een misdrijf ziet of een verdachte handeling ziet, dat je dat signaleert. Maar u vreest dus daar dat heb ik geen enkel probleem mee. Uitgaat. Maar natuurlijk, als je dat richt naar één bevolkingsgroep, dan zit die bevolking... Dat is mijn probleem dat ik ermee heb. Wat betreft die grote en die kleine criminaliteit, in Antwerpen is er ook eigenlijk een precedent. Als je ziet in het parket van Antwerpen, daar was een... Want het gaat over grote criminaliteit, het gaat ook over witwaspraktijken, het gaat over grote fraude, het gaat over de diamantsector. Er was een zeer performante diamantcel in het parket van Antwerpen die bezig was met het bestrijden van de diamantfraude. Die is volledig de nek omgedraaid. En ik vind dat heel erg. En ik vind dat ook aangeeft dat die witte boordencriminaliteit, die fraude, dat die blijkbaar geen prioriteit is. En wat deed toen heb ik N-VA daar niet horen tegen protesteren. Of. Wat deed N-VA op dat moment? Of. Zat in het parlement voorstellen te doen om rond de afkoopwet en om manieren te zoeken om manieren te zoeken voor diamantijs. Meneer De Wever, ik laat u daar nog heel kort op reageren. Je moet uw fantasieleven toch een beetje in toom houden. Maar ik denk niet dat wij degene zijn die voor fiscale fraude zijn. En de problemen in de diamantsector zijn helemaal niet de politieke wil om die niet te straffen. Daar zijn interne problemen in justitie, waar de procureur ook probeert oplossingen voor te vinden. Dus als u nu ook nog eens suggereert dat er daar doelbewuste schema's zijn om bepaalde grote fraudeurs niet te straffen, dat is gewoon lasterlijk. Okay. Ja, maar of men die klacht in tegen u, het zou terecht zijn. Maar u gaat er toch met mij akkoord dat de diamantfraude niet meer bestreden wordt, niet meer op een goede manier bestreden wordt door het parket van Antwerpen. En dus dat we daar zegt u dat daar een bedoeling achter zit van justitie of van de politiek of van mijn partij? Is dat wat u net gezegd hebt? Ik heb niet gezegd dat er een bedoeling zit. Ik heb achter de parketorganisatie, daar heeft de N-VA op dit moment niks over te zeggen. Ik heb wel dat tegelijkertijd in het politieke debat over hoe gaan we om met de diamantsector, hoe gaan we om daar met de fiscale fraude, dat er voorstellen zijn neergelegd door de N-VA die ervan uitgaan dat boetes kunnen afgekocht worden en dat op die manier de fraudedossiers kunnen gesloten worden. Als je natuurlijk niet in staat is om die zaken goed af te ronden, moet je vroeg of laat settelen, want heel de reputatie van die sector blijft besmeurd en die zorgt voor heel veel jobs en toegevoegde waarden. Dat zijn dingen die wij wel belangrijk vinden. Wij vinden de diamantsector ook belangrijk, maar niet als dat de inhoud dat we de fraude die daar gebeurt moeten goed. Dat is wat u zegt.